Goedemorgen, welkom hier bij deze nieuwe video. We hebben gisteren een kerstboom gekocht. Je gaat je waarschijnlijk denken, waarom koop jij in godsnaam een kerstboom na kerstmis? Wel, ik zal het je zeggen, we hebben heel erg lang getwijfeld om een namaak kerstboom te kopen. En ja, die stonden nu gewoon in korting. Dus hebben we er nu gewoon al eentje gekocht, al voor volgend jaar. Maar ik keek er heel erg naar uit, want eigenlijk kwam die oorspronkelijk vandaag toe. Dus zoals je hem op de webwinkel kocht voor 11 uur 's avonds. Dus ik heb hem gisteravond nog eventjes nog aangekocht. Als je hem kocht nog voor 11 uur 's avonds, zou die volgende dag al geleverd worden. Maar niets is minder waar, want ik kreeg vandaag al een berichtje dat de kerstboom vertraagd is. Hij heeft ongeveer nog een 360, 355 dagen of weet ik veel wat nog om hier aan te komen. Dus hij zal zeker vast wel op tijd aankomen voor kerst 2019. Maar ik vind het gewoon kei jammer, want ik was eigenlijk heel erg benieuwd. Ik had zelfs in mijn gedachten om de kerstboom te gaan optuigen. Niet, maar wel te gaan opzetten om een keertje te kijken van... Hoe ziet die er nu eigenlijk uit? Dat ik dan niet super, super ontevreden ben volgend jaar met kerstmis. Vanaf dat ik aan de doos open en er zit een heel lelijk mormel in. Dat zou ik eigenlijk helemaal niet echt fijn vinden. Dus ik dacht, ik kan nu gewoon alles opzetten. Om te bekijken, van, bevalt die ons niet? Is die groot genoeg? Maar ik denk het wel, want hij is 2,15 meter. Is die breed genoeg? Dat denk ik ook wel, dat is breder dan eigenlijk een gewone kerstboom. Al die dingetjes. En ja, dus daarom dachten we, we gaan hem nu dan toch ook al maar opzetten. We hadden er ook eigenlijk tijd voor uitgerekend vanavond. Maar dan zullen we toch maar onze tijd in iets anders nuttig moeten eigenlijk steken. Want de kerstboom is dus vertraagd. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja, kijk, het is ook niet echt zo alledaags om een kerstboom te kopen. Na kerst. Maar ja, kijk, hij stond in promotie. Er was 150 euro korting. Want zo'n kerstboom, een namaak kerstboom, kost wel veel geld. Maar ja, je hebt hem dan natuurlijk ook wel heel veel jaren. En je hoeft niet meer opnieuw met naalden doorheen. Maar je hoeft dan niet meer opnieuw met eigenlijk een kerstboom te sleuren. Je hoeft niet meer een kerstboom buiten terug te zetten. Waar het alle naalden uitvallen. Echt waar, geloof mij, bij een echte kerstboom, als je die na kerstmis gaat buiten zetten, dan ligt heel je huis, maar echt ook je hele huis, gewoon stampusvol met naalden. Echt waar. Dat hebben wij ook. Dus wij hebben dan zelf nog wel eigenlijk twee kerstbomen. We hebben er eentje beneden bij Geoti, ons koffie en ons thuisje. En we hebben er ook nog eentje hierboven staan pronken. Maar die verliest momenteel ook al wel best ook al wel veel naalden. Ik heb hem nogthans geregeld water. Maar deze grote kanjer hier, die heeft toch een beetje last van haarverlies. Het is niet echt haarverlies, maar wel naaldverlies. Dus ja. Dus dat heb ik hier ook nog boven opgeruimd. Aan het stofzuigen geweest. Het ziet er allemaal terug netjes uit. Terug mooi uit, gezellig uit. Want we krijgen morgen, dus nog niet vandaag, maar wel morgen bezoek van Thalissa en Sam. En dan dacht ik van ja, kijk, toch misschien eventjes een momentje. Nu heb ik toch energie op overschot, dat ik me goed voel om op te ruimen en op te kuisen. En ik denk dat ik in de tijd al gewoon 2 uur bezig ben met opruimen en doen. Jij nog houdt eigenlijk beneden ons koffie en ons theehuisje open. Dat is heel erg handig dat ik dus nu eventjes tijd heb daarvoor. Het is echt nu al 10 uur en we zijn sinds 8 uur open. We zijn nog echt al 2 uur aan het openhouden. Ik heb terwijl ook nog de kleerkast goed gelegd. Ik heb heel wat dingetjes weggedaan. Vroeger had ik eigenlijk een kapstokprobleem. Nu hangen hier gewoon 5 lege kapstokken. Maar ik heb hier ook nog 6, 7 lege kapstokken. Dus ik heb heel wat kleding weggedaan. Die ik zei, dacht toch van die draag ik toch niet meer. Hierboven heb ik het ook toch weer een beetje netjes gedaan. Nog dingetjes weggedaan. Daar ook. Hier heb ik ook alles weer te goed gedaan. Maar vooral ook hier beneden. Oké, met onze zeemerminnenstaarten liggen hier nog. Er liggen ook nog Haribo snoepjes trouwens in de kleerkast. Waarom moet die daar liggen, weet ik eigenlijk niet. Maar laat ze maar liggen, anders eten we ze op. En dan hier heb ik ook nog de schoenen, de zomerse schoenen een beetje mooi gezet. Hier heb ik ook nog een sokkenpotje. En dus als ik eenzame sokken heb, stop ik die daarin. Dus het is zo. Ik ben wel
heel de ochtend best wel druk bezig geweest. Dat heb ik nog iets gedaan. Ik heb ook nog een paar jeansbroeken weggedaan. Dus nu heb ik hier ook terug plek op mijn stapeltje. Want kijk, dus dit is dus het stapeltje met jeansbroek. Hier is terug plek. En, want ik heb ook recent weer een nieuwe jeansbroek gekocht. Je ziet het, het labeltje hangt er zelfs nog aan. En ook de jeansbroek die ik aan heb, is de jeansbroek die ik recent heb aangekocht toen wij aan zee waren. Dus dat was eigenlijk de broek waar ik toen niet heel zeker van was, maar nu ik ze aan heb, vind ik ze toch wel heel fijn. Trouwens, ik weet nu al dat er een vraag gaat komen, waarom staat er een babybed op jouw dressing? En dat is omdat baby Roan hier soms komt logeren, zou ik zeggen. Maar als zijn mama bijvoorbeeld bij Geotie, ons koffie- en theehuisje, op bezoek komt, dan kan baby Roan eventjes nog een dutje hier doen. Dat is wel belangrijk, wel nog wel voor een peuter. Kleuter. Dat hij dus een peuter. Hij blijft, eigenlijk voor mij blijft hij gewoon baby Roan. Het is wel handig voor hem. Als hij dan hier is, dan kan hij eventjes hier een dutje doen. En dan kan mijn mama toch ook nog hier blijven terwijl hij een dutje moet doen. Vroeger sliep hij hier bij ons in het grote bed. Maar dat vonden we een beetje gevaarlijk. Want ja, hij begint wel heel veel te draaien en te bewegen en te keren. En dan zou hij hier nog wel een keertje kunnen uitvallen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus bij deze heeft hij dus hier bij ons een babybedje. Ook heel handig als hij zou komen logeren bijvoorbeeld. GOT, ons koffie en ons theehuisje is gesloten. We lopen nu in de koolruit, want we hebben binnenkort een feestje. Binnenkort, dus morgen eigenlijk al. Morgenavond komt Tali Sam en we hebben afgesproken om een feestelijk diner samen te stellen. We doen dat met hapjes van hier en ook met vlees allemaal samen. We gaan dat op een bakplaat doen bij ons thuis. Heel gemakkelijk eigenlijk, gewoon op de bakplaat gooien en opeten. Hoeven er eigenlijk niet zoveel werk in te steken. Maar het fijne daaraan is dat je natuurlijk wel samen kan zitten met elkaar. En anders staat één iemand in de keuken of nog iemand en dan is het toch, dat is toch minder gezellig. Dus op die manier heel gemakkelijk gemaakt zo'n beetje. We hebben ook wat groentjes, dus er zit toch wel wat voorbereidingswerk aan. Groentjes en aperitiefhapjes, die moeten we natuurlijk nog bij elkaar in elkaar planten. En we hebben natuurlijk ook gezorgd voor een dessert en dat gaan we. Ze nemen allemaal fruitjes meegenomen, ze moeten ook prepareren. Dus dat moet ook in orde maken. Daar is het vol. Ja, het is wel best wel vol. Ja. Toch wel best, dat zeg ik nu eigenlijk. Toch wel best vol. Ja, dat willen ze. Best vol. Het is best wel vol. Drank, dat hebben we ook nog nodig. Ja, drinken. We hebben toffe drank gevonden. Kijk, dit is 0% alcoholvrije sparkling wijn eigenlijk. Grappig, hè? Het is eigenlijk een beetje kiddieboel, maar dan voor volwassenen. Oepsie poepsie, er is eten op de grond gemorst. Het is Jolina eten. Ik had... En Jeno zijn fout. Ja, ik had in ieder geval de pannen vast. Jolien heeft net lekker gekookt. En ik had de functie om twee pannen naar boven te dragen. We stoppen hier nog even, omdat we nog iets mee willen nemen voor te drinken. En toen gebeurt het. Ik had eventjes een pan losgelaten, per ongeluk. En hopla, alles naar beneden. En het is Jolina pan, dus haar eten ligt nu op de grond. En nu moet hij dat opkuisen natuurlijk, hè. Stom, hè. Dacht, ik kan toch nog eventjes vloggen. Drama. Het is boos, hè. Ben je boos? Ja, het is altijd hetzelfde met jou. Kuis maar op. Oei, 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 kijk. Ik kan er niet aan doen, hoor. Ik heb sorry gezegd. Het kan gebeuren, hè. Oké, ik ben al niet meer zo heel erg kwaad. Dus kwaad zijn het zelfs eigenlijk al gedaan. Maar ik vind het gewoon echt extreem dom. Als ik al heel dag in de keuken heb gestaan, ook al ben je naar de winkel geweest, dan dat steekt er nog eens energie in om zelf te koken. En dan gooit hij het op de grond. Ja, maar dat hadden we toch al gecoverd. Het is toch al gebeurd. Dus het passeert bij een beetje rustiger geworden. Dus het was altijd rustig geweest. Op de toppen, ik vind het gewoon niet fijn. Dan gooi je ook nog net ook nog eens mijn eten op de grond. Als je dat nu jezelf je eigen niet op de grond gooit, kon jij het op de grond eten als je wou. Maar ik had daar geen zin in. Dus nu heb ik opnieuw een nieuwe pan gemaakt voor mij. En nu zit ik hier aan de televisie. We hebben hier zo, zoals altijd, eigenlijk heb ik gezellig gemaakt. Maar we hebben wel de slechte gewoonte om te eten eigenlijk aan de televisie. Dat is niet zo heel goede gewoonte. Maar ja, kijk, we gaan nu eventjes genieten. Samen ook nog eens naar First Dates kijken op de NPO3. Een heel tof programma. En daarna gaan wij in ons bedje kruipen. Heel graag, tot morgen. Morgen is trouwens ons nieuwjaarsfeestje met Talisa Sam. Dus zeker kijken. Ciao! Bedankt om te kijken naar deze video. En als je meer wilt zien, dan klik je maar op een van deze knopjes.